is het nog hier. Zal het zo blijven? Wat gebeurt er wanneer ons land onverhoopt in een gewapend conflict mocht worden meegesleept? Zullen wij minder zorg voor eigen veiligheid hebben dan onze voorouders? Nee. Ook wij zijn bereid onze stad, onszelf, onze kinderen te beschermen tegen dat dreigend gevaar uit de lucht. Schuilplaatsen worden aangelegd. Maatregelen genomen door alle takken van dienst. Verduisteringen, oefeningen met gasmaskers, ambulancediensten. Maar er is meer nodig dan alleen passieve luchtbescherming. In deze dagen vragen Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen dringend om actieve luchtverdediging, om afweergeschut. Militaire ervaring heeft geleerd dat steden afdoende beschermd door luchtdoelartillerie slechts zelden aan luchtaanvallen bloot stonden. Dit is een luchtdoelkanon. Eén batterij hiervan bestrijkt een cirkel boven de stad met zijn beveiligend vuur. Cirkels. Batterijen. Zo moet het worden, wil onze stad beschermd zijn tegen het gevaar uit de lucht dat onze mannen, onze vrouwen en onze kinderen in geval van oorlog bedreigt. Zo moet het worden, willen wij nuchter en koel de werkelijkheid en het waarlijk niet denkbeeldig gevaar rustig onder de ogen zien. Bescherm dus onze stad met een ring van geschut, zodat geen vijandelijk vliegtuig durft te naderen. Onze stad, waar wij leven, waar wij arbeiden, waar onze bedrijven zijn en onze werkkring, waar wij ons brood verdienen. Onze kantoren, onze winkels, onze woningen. Hier leven onze vrouwen. Hier spelen onze kinderen. Thuis, op school. Geve God dat dit alles zo blijven. Maar als eens de sirenes mochten loeien, als eens het vreselijke mocht gebeuren, als eens onze kinderen bedreigd worden, omdat het gevaar uit de lucht nadert, zullen wij dan kunnen zeggen, wij deden wat mogelijk was, wij beschermden onze stad. Toeschouwers. Als burgemeester van Rotterdam mogen ik tot besluit van deze filmopname een enkel woord tot u spreken. De beelden die zo even uw oog zijn voorbijgegaan, zullen niet hebben nagelaten u nog eens opnieuw te doordringen van de ernstige gevaren die ook onze stad en haar omgeving zullen kunnen bedreigen. Tot afwering van die gevaren is ons aller samenwerking nodig. Wij willen daarvoor iedere maatregel nemen die in onze macht ligt. Wij organiseren een passieve luchtbescherming met schuilloopgaven, schuilkelders, brandweer, hulp voor getroffenen en alles wat daartoe behoort. Deze passieve maatregelen, hoe noodzakelijk en hoe doeltreffend ook, kunnen de omvang van de ramp slechts beperken. Zij kunnen niet voorkomen dat wij vanuit de lucht getroffen worden. Daarom willen wij daarnaast nog iets anders organiseren. De actieve luchtafweer. Hoe beter die is ingericht, hoe groter voor de aanvaller het risico wordt en hoe groter de kans dat ons de aanvallen worden bespaard of dat wanneer zij toch komen, de uitwerking tot een minimum wordt beperkt.
De stichting Luchtafweer Rotterdam en omstreken wil dit doel bereiken door een groot aantal batterijen luchtdoelgeschut rondom onze stad en haar omgeving op te stellen. Rotterdam en die omgeving zelf zullen daarvoor de nodige middelen bijeen moeten brengen. Het bedrijfsleven en de overheid zijn begonnen. De burgerij in al haar geledingen zal volgen. Laat ieder naar zijn vermogen dit werk steunen. Het is onze gezamenlijke taak waarvoor we hier staan. Wanneer gij straks van hier gaat, vraag u er aanstonds af of gij hebt gedaan wat van u mag worden verlangd. En als gij dat nog niet gedaan hebt, doe het dan ten spoedigste. Laat het niet over aan enkele groepen of personen, maar zet allen uw schouders onder het werk. Ook de kleinste bijdrage helpt midden. Op ons allen wordt gerekend.